Zeg het maar. Nou, als je zegt van de woorden of de gedachten en dan die ruimte, hè, waar je dan eigenlijk bent, dat is heel helder eigenlijk hoe je dat zei. Goed. Maar dat, die ruimte, daar zijn geen grenzen aan. Voilà. Dat is oneindig. Yes. Dus je bent oneindig. Maar dat snap ik mentaal of intellectueel, maar ik voel dat niet, dat ik die oneindigheid ben. Niet als je erover nadenkt, dat klopt. Maar als je je aandacht geeft, wat de mogelijkheid is, aan die ruimte, dan kan op een gegeven moment er een soort vervloeien plaatsvinden. Dan is er nog niet een iemand die zoiets roept van ik ben oneindige ruimte, want dat is juist afwezig. Er is dan alleen maar oneindige ruimte. Dus daar houdt de dualiteit op. En dus zolang er nog een ik is die roept, ik ben oneindige ruimte, dan heb je oneindige ruimte plus een ik die iets roept. Maar op een gegeven moment vervalt dat. En dan is het, nou ja, achteraf of als beschrijving zeggen we stil of leeg. Of... maar het is leuk om te beginnen inderdaad met gewoon op te merken dat gevoelens, fysieke sensaties, geluiden, gedachten... daarin plaatsvinden. En inderdaad, zoek maar eens met je aandacht. Hè, dus nog steeds zit je dan in die dualiteit in de beleving. Maar zoek de grens maar eens op. Terwijl het idee de hele tijd is, ik ben dit begrensde kereltje. Maar op een zeg maar meer feeling level, er is geen begin, eind, midden, omtrek. Het is er helemaal niet. Zoals Krishna. Nee. Ik heb het gevoel, ik kan wel mooi in die open ruimte blijven, maar bij ik doe het altijd zeer. Ik heb het gehoord als ik daar naartoe ga, dat ik nog meer ga dissociëren. Wat kan ik doen om die connectie? Nee. Niet. Maar je kunt wel kijken of je aanname klopt. Is het een angst of is het echt zo? Dat je dan nog meer gaat dissociëren. Dus dat kan het gevoel zijn, maar een gevoel is nog geen bewijs. Dus is dat echt zo? Kunnen we dat echt vaststellen? Of is dat gewoon een angst die bestaat? Nee, want ik voel het wel. Oké. Okay. Dus dat is geen dissociëren. Maar hoe kan ik dan vanuit dat meer met het lichaam? Er is niet iets voor te doen. Nee, maar het is bijna onhoudbaar. Ja, dat is kloten. Maar ik heb geen oplossing daarvoor. Ja, we hebben het daar wel eens eerder over gehad. Het enige wat we kunnen doen, tussen aanhalingstekens, is experimenteren. Kijken wat helpend is en wat niet. Dus, en daar hoort dus bij van dat niet, ik zal als organisme niet alles zo krijgen als ik het hebben wil. Ik heb ook, ik bedoel, ik word er niet chagrijnig van, maar ik heb liever geen pijn in mijn lijf. Maar ik heb het meestal wel. Ja. Vroeger maakte ik over niet slapen ook zo'n dingetje of te weinig. Heel veel drukte. Nu niet. Maar meer slapen is prettiger. Voelt dat ding zich gewoon fijner. Maar ja, ik ga daar niet over. En ik heb ook geen zin meer. Hè. Vroeger had ik dat misschien gedaan. Dan zei ze van, ja, maar dan moet je gaan mediteren. Of, ja, maar nee, ik heb er allemaal geen zin in. Weet je wel. Dus ja. Tip is gewoon te accepteren. Nee, niet te accepteren, want dat is dan weer een actie. Maar je kunt het wel doorkrijgen dat op een gegeven moment iets gewoon niet gaat. Nou, dan is dat maar zo. Weet je wel, dus het is wel een soort aanvaarding, maar dan niet als strategie. Gewoon omdat je constateert, zo is het. Mijn vingers gaan niet langer worden. It's not a problem. Ik heb er nog 10, dus ja, dat is al. It's all right. Nou, hoe geïdentificeerder we zijn, hoe moeilijker het is, hè, om die term dan maar even erin te houden, dingen te aanvaarden zoals ze zijn, hoe minder je als dit ding ziet, hoe makkelijker het is.
Het is gewoon zo. Oké. Okay. Dit wil gebeuren. Oké. Okay. Ja. Vaak is het, hè? Nou, weet je, het wordt alles tegelijk weer gedeukt en zo. Hart en pijn zou ik het noemen. Oké. Okay. Het is leuk om op te merken dat als we ergens pijn hebben, hoe weinig aandacht we dan hebben voor de al die andere plekken die geen pijn doen. Ja, dat zie ik ook. Het trekt alles naar één punt. Want aan die andere kant is gewoon niks aan de hand. Het voelt gewoon open, of eigenlijk voel je niks. Nee. Nog even over, gewoon om te kijken. Ja. Hartepijn. Niet dat je er iets over hoeft te zeggen, maar zijn er aannames bij betrokken om emotionele pijn mogelijk te maken? Ja, dat niet zo aangedaan is. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Goed. Zo is altijd leuk om te kijken van, oké, dat doet zeer. Misschien iedereen... Tuurlijk zou ik ook hebben, ja, daar heb ik allemaal niks aan, maar hoe, gewoon als onderzoeksmodel, hoe zet ik hartepijn in elkaar? Welke elementen zijn daarbij betrokken om dat mogelijk, hoe werkt dat? Het is gewoon interessant en het zou zomaar kunnen zijn, als je dat echt ziet, dat het dan niet meer lukt, zeg maar. Het zou ook kunnen zijn dat je ontdekt dat er iets in het systeem zit, daar heb ik vroeger gezien, die wilde helemaal niet dat er geen pijn was. Die wilde aan die rechtvaardige pijn of ongenoegen vasthouden. En die derde ook al wat jij zegt, vasthouden aan in ieder geval iets of zo. Ja, inderdaad. Zonder aannames ben ik niks. En ik kan ontdekken dus als mensje, en dus door de totale conditionering van alle mensen voor mij, dat er bepaalde rechtvaardigheidsgevoelens ingestanst zijn. Van als dit gebeurt, dan mag ik kwaad worden, of whatever. En als dat gebeurt, dan moet ik blij zijn. Of... Ik kan ineens bewust worden van dat dat een letterlijk gestanst is. Maar het is niet per se waar. Dus ik vond het soms wel eens leuk als er iets dwars zat om te kijken van hoe kom ik erbij dat ik bijvoorbeeld recht op een fatsoenlijke behandeling heb. Waar staat dat? Nou, even gekoppeld aan waar we het in het begin over hadden, iedereen is knettergek. Ben ik dan niet knettergek dat ik verwacht van lunatics dat ze mij fatsoenlijk behandelen? En heb ik dan niet door dat iedereen, die denkt dat hij een afgezonderd wezen is, alles wat hij doet, voor zichzelf doet. Dus ook andere mensen gebruiken, zolang als het uitkomt. Manipuleren, whatever, weet je wel. En dat doen we allemaal. Ja. En toch verwacht ik dat er zoiets bestaat als ware liefde. Er zijn liedjes over, maar in de realiteit, it doesn't happen. Het is een Walt Disney verhaaltje. Ware liefde gaat zo lang als dat de belangen overeenkomen en de wind mee is. En daarna slaat het om in ware haat. True hate at first sight, zeg maar. En dan kan het nog zeer blijven doen, maar het kan interessant zijn om gewoon te kijken naar die dingen. En dan weet je mij, hoe zit dit, weet je wel. Zou dat ook niet te maken hebben met het verleden? Dat je wilt aanvaard worden? Ja, maar dat heeft ermee te maken? Precies, dat heeft met die hele menselijke conditionering te maken. Niet alleen van mijn lijventje of jouw lijventje, maar van alle generaties. Daar zijn we gewoon een product van.
En heel veel daarvan is zelfs sample, dat is gewoon apenmentaliteit. Die leven in een groepje, in een bepaalde pikorde, en dat levert belangen op. Dus heel veel is vrij simplistisch, terwijl we allemaal het idee hebben een uniek, speciaal, te waarderen wezen te zijn. No, we're not. We're just monkeys with a suit on. En we willen inderdaad aanzien, passend bij ons, waar we denken dat we op de ladder zitten. En we willen ergens bij horen. Voilà, exact. En daar doen we dus van alles voor. Juist. Aardig doen tegen anderen, zodat we weer waardering terugkrijgen. En dat blijft niet volgen? Nee, meestal niet, maar de meeste wel. En de meeste, en dat is dus heel prettig voor de meeste, hebben dat niet door. Maar als je het wel door begint te krijgen, dan kan dat tot enig commotie leiden, zeg maar. Dan wordt dat niet meer gevoed, dan zie ik het, als je het door hebt. Als je het helemaal door hebt, dan stopt dat. Maar de meeste mensen die gaan eerst een periode door, en misschien weet je dat ook, van dat je het een beetje ziet, maar dat die conditioneringen nog regelmatig de boel overnemen. Dus dan zie je dat je ernaast zit, dan ben je bewust geworden bijvoorbeeld dat je manipuleert. En je hebt ook in de gaten dat het eigenlijk altijd een gore smaak geeft en dat het onoprecht is. En desondanks kan je het niet laten. En dan krijg je heel erg snel dat van jezelf verwijten. Van, oh, ik weet dat dit niet goed is en wat ben ik toch slecht. Nee, die conditionering is gewoon nog even wat sterker dan de helderheid. En dat is met elkaar bezig. It's interesting. En voor veel mensen in ieder geval een verwarrende of pijnlijke fase. Want je intentie is niet om negatief te zijn of een ander te gebruiken of whatever. Maar je komt tot de schokkende ontdekking dat dat wel is wat je doet. En eigenlijk de godsganse dag door. Wow, dat is niet zo leuk. We dachten van, we gaan met waarheid aan de gang. En dan openbaart zich het koninkrijk der hemelen. En oh man, dat is echt kei vet. Echt niet. Daar kom je wel, maar door de hel meestal. Dat is de doorgang. Om het maar eens zo te zeggen. Kan je daar nog wel dieper op ingaan? Op de zaal? Die hel, ja, daar kun je heel diep op ingaan. In opgaan eigenlijk meer. Ja, stel je vraag. Nou ja, zo zelfonderzoek, hoe begin je daaraan? En als het je pakt? Ja, maar stel dat er zo'n drive, omdat, maar dan is er weer zo een je wil een methode of zo. Dat bedoel ik. Dus daarom is mijn antwoord, als het je pakt. Maar hij pakte het op een gegeven moment, om, net waar ik het met Fijke over had, dingen van allerlei kanten, van ik voel mij oprecht gekwetst. Dat voelt zo. Oké, goed zo, dat is waar ik voel. Hoe zit het in elkaar? Wat heeft daar allemaal mee te maken? Nou, dan ontdekte ik bijvoorbeeld, de eerste aanname is, ik ben iemand. Oké, hadden we die al bewezen dan? Maar daar is het uitgang, want als ik niet het idee heb dat ik iemand ben, wie moet er dan lijden of gekwetst zijn? Dus daar is er eentje die ermee te maken heeft. Andere die ik zag, ik heb de verwachting dat die ander, want die was 5 keer aardig tegen mij, de 6e keer ook aardig zou zijn. Dus daar is een verwachting hier. Maar die was niet aardig. En dus, auw. Nou, dan zag ik vervolgens dat ik daar van alles ging maken. Want dat heeft natuurlijk dat die ander niet aardig doet met mij te maken. Terwijl misschien dus net zijn zus dood neergevallen. Of zijn bedrijf failliet gegaan. Of weet ik veel. Ik ben zo met mijzelf bezig dat ik helemaal niet rekening hou met de complete belevingswereld. Dat hele universum dat die ander is. Dus zag ik, ik trek allerlei conclusies. Dus ik had een ik bedacht. Aannames en verwachtingen. Ja, als we zo gaan beginnen, ja, dan gaat het wel zeer doen. Nou, die neiging was hier gewoon. Nou, daar babbelde ik dan wel eens met mensen over. En die zaten dan allemaal van, Jezus, waar ga jij allemaal mee bezig? Pak een biertje, shut the fuck up. Weet je wel, die hadden daar geen zin in. Dus er is geen, niet echt een methode, maar het is gewoon meer van, op een gegeven moment kan het zijn dat je wil weten hoe iets zit. De vraag die je dan eigenlijk hebt is meer over, doe je dat dan in het moment dat je gekwetst wordt, ga je dan uit de situatie je terugtrekken en die vragen stellen? Over... Dat kan op allerlei manieren, dat kan naar de hand van hoe is dit nou weer in elkaar gezet. Het kan zijn dat dat aangaat
terwijl het drama zich afspeelt. Dus allerlei dingen zijn mogelijk. Ik merk dan als je dat dan later doet of zo, dat het dan weer gevaarlijk wordt dat je eigenlijk begint te analyseren. In plaats van... Dus het is altijd zo... Nou, weet je wat een belangrijk dingetje is? Als we iets gaan onderzoeken, en dat heb ik al vaker gezegd, maar goed, ik heb alles al vaker gezegd. Dat je dingen gaat proberen te vinden die jouw standpunt ondermijnen. Terwijl de neiging van iedereen is om dingen te verzinnen en erbij te slepen die je standpunt bekrachtigen. Daar heb je dus niks aan. Daar hebben je vrienden voor. Die geven je allemaal gelijk. Op een enkeling na. Dus dat... Als ik wil weten hoe iets zit, dan moet ik als het ware een soort mentaliteit hebben van de advocaat van de duivel. En al mijn zogenaamd legitiem en plausibel klinkende argumentjes waarom het oké is dat ik nu gekwetst ben, om die aan de kant te vegen. Hoe zit dit? Weet je wel, hoe bouw ik deze hele constructie die nu rechtvaardigt dat ik mij zo voel? Hoe zit dat in elkaar? En dan zie ik altijd, als ik dat grondig onderzoek, dat het een bouwwerk is, die eigenlijk in de... Het is een, riep ik wel eens, het is een luchtkasteel op drijfzand. Maar als ik erin zit, lijkt het heel solide en it fucking hurts. En het is dus ook niet bedoeld om het gevoel te bagatelliseren, want dat gevoel is gewoon ontstaan en dat klopt helemaal met de hele programming. Er is niks mis mee. Alleen, ik wilde toch weten hoe het zat. Die neiging was er ook. Dus de neiging tot drama was er. En de neiging om te kijken van, ja, maar wacht nou eens even. Hoe krijg ik dit toch iedere keer voor elkaar? Bijvoorbeeld daar, als je dan hebt dat je dat vaag gevoel hebt, buiten jezelf niet dat punt. Mm-hmm. Dan op een bepaald moment moet je gaan voelen, waar is de grens van dat vaag gevoel? Ja. Maar daar raak ik nooit op dat. Is dat dan iets wat je moet oefenen? Of dan begin je al te denken natuurlijk weer. Ja, nou ja, dat is al een goeie. Je kunt dus niet voelen als je denkt. Dus de ideale manier om iets niet te voelen is erover na te denken. Ja. Voelen is veel meer een soort... Dan is die geest stil en het is bijna een soort tastzin. Alsof je voelt van... Waar zit die grens? Zoals je, heb ik ook wel eens gezegd, je hand in het bad kan steken en dan word je grijs stil, want je voelt of het warm genoeg is. Dan wordt het hier stil. Ik wil voelen hoe dat zit. Oké. Of als ik met muziek bezig ben, dan luister ik van of de geluidsvolumes goed zijn en of de instrumenten op de goede manier in het stereobeeld. Dan moet ik niet denken, ik moet luisteren van, oh wacht even. Oké. Ah. Daar komt geen gedachte aan te pas. Nee. En er zit in de meeste van ons iets die bijvoorbeeld dat buiten die gevoelssfeer komen gewoon niet wil. Want ego is ook bewustzijn in actie, moeten we niet vergeten. Alles komt voort uit dat. Dus ook het ego, die weet donders goed dat op het moment dat je buiten de gevoelssfeer gaat, dan verdwijn je als persoon. Daar heeft hij helemaal geen zin in. Zijn hele leventje is juist gebaseerd om daar binnen te blijven. Maar het kan zijn dat er op een gegeven moment iets verandert in het systeem. Vindt hij het veel fijner om als het ware buiten die cocon van afgescheidenheid te leven. En dan doet dat poppetje nog steeds gewoon wat hij doet. Alleen zonder al die toevoegingen, zeg maar. Ik merk ook, Hans, wat je tegen me zegt, hè? Ik ben heel lang heel eager geweest om alles te bekijken, onderzoeken. En ik voel echt, ik schrik een beetje van, enorm hak in het zand. Oké. Goed. Gewoon zo van, nee, niet, gaan we niet aan beginnen. Zo dat, weet je. Er is iets, en er is dus niemand schuld, in bijna alle mensen die gewoon op een x-moment de hakken in het zand zetten. Ik kan me van vroeger nog herinneren dat er van die verruimingservaringen optraden en alles werd zo stil en helemaal ruim. En dan bereikt het een bepaalde grens en boem, deed er dan iets. Van, oh nee,
van zo'n eind, weet ik veel, 500 meter alle kanten op, ja, dat is goed. En dan wordt het te veel, dat gaan we niet doen, want... En niet dat daar gedachten bij kwamen, het was gewoon een pure reflex. Van buiten die grens, dan flikker ik uit elkaar, zoiets. Bam! I almost died. Ja, precies, ja. Precies. Dit soort gesprekken gaan ook wel in mijn hoofd, maar daar heb ik gewoon geen zakken. Nee, dat klopt ook. Op het moment dat je voor de deur staat en toch die hak in het zand zet. Ja, maar dat is ook de bottom line of the point. Je kunt daar dus niks aan doen, het is gewoon een reflex. En het kan zijn dat hij 100 keer optreedt, of 2 keer, of 101 keer en dan nooit meer. Nobody knows. Mm-hmm. Wederom, wat ik in het begin al zei, van weet je wel, ga er niet iets van maken dat je iets verkeerd doet. Je observeert gewoon een reflex. Oké. Hier heeft hij geen zin in. Nou, dan is dat blijkbaar precies wat er nu gebeuren moet. Anders zou er iets anders gebeuren namelijk. Dus dit is het moment van hakken in de zand. Top. Geslaagd. Your job is to be, not this or that. Nou, blijkbaar hoort daar nu hakken in het zand bij. Yes. En een ander moment, dan valt het zo uit elkaar. En denk je van, ja, een en al bereidheid. Wat wil je nou? Dat is een ander dingetje van, wij denken allemaal, omdat we diep geloven een continu ik te hebben, dat we dus ook altijd hetzelfde zouden moeten zijn. Nee, de ene keer ben je vol overgave en het andere moment heb je zoiets van, fuck it. En dat is allemaal prima. Dan moet je eens voorstellen, iemand, weet je, die altijd in volledige overgave. Dan ga je toch die pan weer zoeken. Nee, ik accepteer alles. Oh ja? Verdomme, waar is die draadtang? Ik ga je tenen afknippen, kijken hoe het gaat. Accepteer maar, motherfucker. Ik vind het altijd razendsnel. Wat is razendsnel? Die hakken in het zand, of hoe jullie dat noemen. Je stelt je open en daar gebeurt iets, je bent stil. En dan in één keer, wop. Ja, sure, sure. Het is zo razendsnel dat je, als je wil gaan kijken, hé, hey, wat is dit? Bam, weg. Dus dat is wel eentje die flink shit heeft. Ja, 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 dat kan. Het is tegelijkertijd zo, van dat we op een gegeven moment, als, zeker als zoiets vaker gebeurt, gaan zien dat ook al lijkt dat in een fractie van een seconde te gebeuren, dat meestal een soort opbouw is. Dat er ergens iets begint, en dat hebben we nog even niet door, want we waren met andere dingen bezig. En dat bouwt langzaam op, en het heeft meestal een paar stapjes. Maar meestal zien we die eerste paar stapjes een tijd lang niet. Als de helderheid toeneemt, dan ga je ze wel zien. Nou, als dan die helderheid op stapje 2 of 3 valt, zal ik maar zeggen, dan werkt het riddeltje niet meer. En dus wederom niemand schuld of verdienste. Dat hangt er vanaf hoeveel helderheid of inzicht er in het systeem is. Want in het begin lijkt alles gewoon klak klak te gaan. Wat er aan klopt is van, nou, je hebt het geen van allen gewild. Het gebeurt gewoon. Maar de meeste dingen, nogmaals, die hebben minstens 2-3 stapjes voordat ze tot een overname, zeg maar, leiden. En soms kun je die in het moment zien, precies hoe dat gaat. En soms kun je terughalen, als je het filmpje even opnieuw afloopt, van wat gebeurde er eigenlijk? Oh ja, ja. En dan kan je gaan zien van, oh, een paar dingen werkten op elkaar in. Dat maakte stap 1. Vrij snel komt dan stap 2, want dat doe ik altijd zo. En dan zie je ook dat ego de neiging heeft om altijd 2 of 3 routes te bewandelen. Er zijn er oneindig veel, maar het is een gewoontedier. Dus bijna altijd, als je hier drukt, dan gaat hij dat roepen. Als je daar drukt, dan doet hij dat. Het is een beetje stimulus, respons. Het is een stuk minder creatief dan we denken, zeg maar. Want tot nu toe heeft dat zelfonderzoek mij eigenlijk heel veel opgeleverd. Hè, dat je dus belast van allerlei, zonder al die negatieve dingen die je over jezelf denkt, kan je veel beter presteren. Dus het was een soort voordeel, dit onderzoek. Maar nu kom ik op het punt dat ik dacht van ja, hier was ik even liever niet aan toegekomen. Ja. Omdat het lekker draaide. En hielp ook
zoals je ook al schrijft, om dingen buiten beeld te houden. Ja. Want degene die altijd bezig is, heeft weinig tijd om te kijken. Ja. Of te luisteren, of ergens bij stil te staan. Ja. Dus ja, voor mij zijn dingen heel simpel, maar ik ben een heel simpel kereltje. De boodschap hier nu is, stop. En dat doe je niet. Ja, dat doe ik steeds. Maar ik begin steeds. Ja, dat bedoel ik. Dus dat doe je niet. Niet te vaak. Ik krijg, en niet om, dat, om te zeggen dat ik beter ben, maar hoe een systeem ook kan functioneren. In 2009 een stopsignaal, stop met satsang-sessies en de hele kleren zooi. En dus stopte ik. En 7 maanden later krijg ik het signaal van begin weer. En toen stelde ik het nog een maandje uit. Van, nou, als dat echt moet, dan is dat over een maand ook nog wel waar. En toen begon het weer. Maar wat er vaak gebeurt, wat je aan mij maakt, is die zijn niet uitzonderlijk. Van, we krijgen een duidelijk signaal, zal ik maar zeggen. En we gaan schipperen. En niet dus de energie die komt gebruiken om de boel weer op te laden langzamerhand. En dat heeft tijd nodig. Nee, we gaan die energie die komt meteen spenderen. Dus je hebt een schuld opgebouwd van een ton op energieniveau, zeg maar. En dan heb je 5 euro en die geef je gelijk uit. Maar die moeten in die bak waar die ton in moet. Don't do anything. Kijk, luister, voel. En zie wat dat teweeg brengt. Want ongetwijfeld, en dat is ook geen verwijt aan jou of whatever, komen er dan een aantal angsten opzetten. Maatschappelijke positie, geld, levensstijl. Dat staat allemaal. Dat staat allemaal onder druk. Dan. Maar dan komen we pas echt achter hoe diep dat gaat als we echt eens een aantal maanden gewoon niets doen in die zin. Dus gewoon nee. Kasia heeft het toen ook meegemaakt, mijn vriendin die daar zit, van zaten dingen in het werk en op andere vlakken niet helemaal lekker. Op een gegeven moment stekker eruit, 3 maanden weg. En eigenlijk het idee van, nou, ik kap er gewoon helemaal mee. Gaandeweg bleek, corrigeer me als ik het verkeerd zeg, van dat het niet zozeer lag aan het werk, maar de manier waarop het, of waarvan waaruit het gedaan werd. En gaandeweg kwam het weer op gang. En tot nog toe klopt het weer, right? Ja. Nou, natuurlijk gaf dat ook deining enzovoorts. Maar soms moeten we gewoon eens even, net als een stuk land, dat moet eens even een half jaar of een jaar braak liggen. Maar wij zijn zo, weer die duizenden jaren mensheid gewend. Je moet productief zijn, je moet, en anders gaat mijn netwerk eraan. En zo praten mensen tegenwoordig. Dat is echt vreselijk. Weet je, dat soort. Ja, fuck that. Ik leef niet voor mijn netwerk. Weet je wel. En tegelijkertijd is er dat virus al een hele tijd in je bezig. Van willen weten hoe het zit. Oké, here you go. Je hebt ergens geroepen, zeg ik dan maar. Dat kwam in je op van, ik wil weten hoe het zit. Nou, kijk er dan. Ja, maar de angst is, wat dan? Ja, natuurlijk. En dat zie je dan wel weer. Want dit is ook naar je toe gekomen. En toen je 8 was, kwam spelen met autootjes naar je toe. Toen je 12 was, kwam er iets anders. Niet meer spelen met autootjes naar je toe. En toen kwam er dit naar je toe. Nou komt er ziek zijn, of whatever. Stop, komt naar je toe. De toekomst, dat is dat wat op je toekomt. En daar hoef je dus niet druk om te maken. You're not in control. Als je in control was geweest, had je geen ziekte van Lyme gehad. Had je niet hoeven stoppen, was je ook niet bang geweest. Want dat wil niemand. Nee, helder. En ik krijg heel vaak, de afgelopen jaren, weet je wel, en daarom heb ik ooit geroepen van, in iets ruimere context, burn-out is eigenlijk een spirituele crisis. Mensen die heel duidelijk het signaal hebben gehad van stop. En dat was gewoon stop, hè? Niet van doe het eens een beetje kalmer aan. Nee, stop. Dat is een heel radicaal woord. Hè? It's very powerful, stop. Iets sterkers bestaat bijna niet. En dan gingen ze toch prutsen en eromheen en toch nog een jaartje uitstellen, waarmee de dingen alleen maar erger werden. Want als zo'n organisme begint te roepen stop, dan is het eigenlijk al een hele tijd op. Maar we zijn fucking sterk.
Dus we gaan, kunnen soms jaren langer doorgaan dan eigenlijk gezond is, zeg maar. Dat kan ik wel doen. You're a smart boy. Waarom moeten wij altijd mentaal tot iets doordringen, terwijl we eigenlijk... Terwijl het eigenlijk al duidelijk is, zeg maar, als je iets ziet of als je iets hoort. Of als je de vraag is of dat altijd duidelijk is. Als dat duidelijk is, is er geen probleem. Toch? Ja, ja. Dus ik praat niet tegen degenen die geen problemen hebben of die... Basically is teaching er niet voor degenen die wakker zijn. Mm-hmm. En ja, het zin... Die gaan wat doen, ja. Ja, of juist niet. Die hebben in ieder geval niet de ervaring iets te doen, maar er gebeuren gewoon dingen. Ja. Kijk, en natuurlijk kunnen we het hebben over dingen op een fysiek niveau. En dan kan ik van die razend interessante dingen gaan zeggen. Van omdat ik vrij veel zittend werk doe, vind ik het fijn om te lopen en in de tuin te werken. Dat is beter voor mijn lijf. Mm-hmm. Ja, dat is zo. Maar ik vind het verder totaal niet fascinerend. En dat mensen over het algemeen niet zo goed met hun lichaam omgaan, ja, yeah, sure. Maar ook dat heeft te maken met allerlei conditioneringen en dingen die ze niet doorhebben. Waardoor we allemaal een neiging hebben om een soort roofbouw op het systeem te plegen. Bijvoorbeeld om aanzien te krijgen of geld te verdienen of whatever. Ja, zo zitten we in elkaar. Vooral vanuit de ego-modus. Nee, maar dat begrijp ik wel op dat vlak. Maar hoe is dat bij jou gegaan dat je de identificatie los bent gaan zien, zeg maar? Want was er een soort omslag op een gegeven moment voor jou? Of hoe is dat gegaan? Een aantal omslagen. Ja, wat ik al een keer zei, van een beginpunt was... punt 1, mijn dingen gaan afvragen. Hoe zit dit? Daar hebben we het al over gehad. Mm-hmm. Het andere was het energiewerk. En dat had veel meer met... voelen te maken, niet zozeer van lichaam, want daar is nog veel te fysiek, maar meer de dingen te gaan voelen als energie. Dus ook het lichaam, als je daarin gaat voelen, dat is eigenlijk een energetische ruimte. Daar kunnen verdichtingen in zitten of dingen kunnen vrijuit bewegen. Nou, op een gegeven moment ga je dan merken dat dat hele idee van ik ben een lichaam een ideetje is. Want je voelt helemaal geen begrenzing tussen lichaam en omgeving. Nou, daar had dat mee te maken. Energetisch waarnemen speelde dus ook een rol daarin. Nee, maar je bedoelt... ik kan het niet helemaal voor me stellen. Nee. Je bedoelt als iets wat je hebt, een handeling... Of ik zeg maar iets... je hebt iets met iemand... of dat voelt een soort van zwaar aan in energie... dan laat je dat los. Dat is, nee. Ik laat helemaal niks los. Ik bedoel, dan neem je dat waar en dan verdwijnt het, zeg maar. Ja, of niet. Maar je neemt het in ieder geval waar. En je kunt die energieën, die kun je inderdaad voelen, ja. Tuurlijk. Dat gaat de hele tijd door. Ja. En dat daar heel veel mensen van dat level, wat ik dan energetisch waarnemen, of je zou het voelen kunnen noemen... niet bewust van zijn, ja, dat klopt, maar het functioneert wel de hele tijd. Daarom vinden sommige mensen elkaar leuk, omdat die energieën matchen en anderen juist niet. En daar is dus niks mis mee. En als je dat onpersoonlijk kan bekijken, is dat ook heel helder. En dan ga je dus ook bijvoorbeeld niet zeggen van, nou, dit zijn mijn vrienden en dan moet jij daar ook vriend mee zijn. Van dat soort rare, want je kunt voelen op dat energielevel van, ja, maar dat connect helemaal niet. Nou, dan laat je dat ook. Van waarom moet iedereen elkaar aardig vinden? Is nergens voor nodig. Maar dit heeft veel meer te maken met een wat ik dan noem energetisch waarnemen en eigenlijk niks met awakening. Want dit is allemaal nog gebaseerd op het idee dat je denkt dat er een iemand is en dat er andere iemanden zijn. Nou, een van de dingen die gebeurt bij awakening is dat idee van ik ander. Ja, dat wordt een beetje een raar verhaal. Wat ik werkelijk voel, en je kunt dat checken, want je moet nooit iets geloven, misschien dat anderen dat ook mee kunnen voelen, van aan de oppervlakte zie je allerlei verschillen, maar als je daar net even onder voelt, is gewoon één soort veld van zijn hier nu, ongebroken. En dat voelt niet anders hier
als hier of daar. Het is gewoon zijn. Ja. Nou, de meeste van ons die kijken omdat we ons associëren met die body-mind, dus objecten, die kijken de hele tijd naar objecten, dus naar lichaampjes, spulletjes. Maar waarom begeef je je dan de hele tijd op het bovenwaterniveau en niet... Je kan het onderwaterniveau ook voelen of zien, zeg maar je begeeft je op het bovenwaterniveau en... Dat is een beetje mijn vraag, zeg maar, van... Wat is je boven? Voelt zoveel van anderen en je voelt dit en voelt dat en... Ja, op... Je laat het gewoon los, wat je voelt, je ziet misschien andere dingen bij anderen en dit. En iedereen heeft weer een andere aanpak nodig, of iedereen is weer anders. Ja, uiteraard. En daarom komen sommige mensen naar mij en anderen niet. Ja. En ik heb niet de illusie dat ik iedereen kan bedienen. Nee, okay. En ook die wens niet. Ja. Er zijn een paar dingen die ik doorheb, een paar dingen die ik... Is het idee goed kan uitleggen, dat is wat ik doe. Wil je iets anders, ga ergens anders heen. Ja, ja. En het punt is voor mij een beetje van op het moment dat je realiseert dat die ik-figuur die je dacht te zijn niet bestaat, dan vind je emoties en dergelijke, of hoe dingen voelen, niet zo interessant meer. Ik vond vroeger mijn gevoelens en daarmee die van anderen razend interessant. Dus daar ging het, ik voel je dit bij en ik wil dat en ik ben daar bang voor, want daar had iedereen het over. Ja, daar hebben nog steeds heel veel mensen het over en ja, dat is verder prima en ik snap dat heel goed. Maar ik vind wat ik allemaal voel niet zo bijster boeiend. Er is iets heel anders te voelen. Iets wat compleet is en gratis, hier nu beschikbaar. En dat is het enige wat het systeem er laat zijn. En niet al die manipulatie. Dan heb je het over de interpretatie van emoties of gevoelens, zeg maar. Niet interpretatie. Mijn punt is, en ik druk me misschien niet goed uit of je hoort me niet. Zolang je nog denkt dat je een iemand bent, zijn gevoelens en emoties en fysieke sensaties super belangrijk. Want dat is wat je denkt dat je bent. Op het moment dat dat doorgeprikt is, is het niet meer interessant. Dus dat is ook een identificatie? Ja, sure. En die gevoelens zijn er wel. Dat Hans-figuur, dat voelt ook dingen. Maar daar wordt heel weinig op gelet eigenlijk. Dat vindt gewoon plaats en dat is helemaal oké. Okay. Ja. Er wordt ook niet van gezegd dat het er niet mag zijn of anders zou moeten zijn. Dat is nou net een deel van de bevrijding. Terwijl vroeger was ik constant in gevecht met wat ik voelde. Want ik zou iets anders moeten voelen, of het zou langer moeten duren, of er niet mogen zijn. It's all gone. Daar wordt iets gevoeld en dan is het weer weg. That's all right. Er is een fysieke sensatie en dan is die weer weg. Ja. Geen van die dingen is blijvend. Ja, en die gedachte aan touwtjes of ballonnen, dat gaat gewoon weer weg. Ja, uiteraard. Dat komt even in beeld en it's gone. Het is gewoon niet... van daar iets over te vinden. Het is gewoon niet zo interessant. Ja. Terwijl als we die gaan grijpen, dan raken we in de problemen. En dat is zelfs voor het lichaam niet prettig. Want het lichaam heeft strikt genomen meer last van het ego dan profijt. Alright. Alsof je soms de pijn van de hele wereld, zeg maar, kunt voelen. Ja, dat kan. Tegelijkertijd, maar misschien is dat een trucje wat ik doe, maar dan voel ik ook tegelijkertijd heel veel liefde of zo. Ja, maar ik denk, misschien is dat een trucje. Het is geen trucje, zo gaat het. Als je de pijn van de wereld voelt, om het zo maar te zeggen, is gewoon een veld, dat kun je gewoon voelen, dan is die andere kant er ook met tijd. Is mijn ervaring. Ja. Dat is automatisch. Het is alleen maar een probleem als ik het niet wil voelen. Als ik ook mijn eigen pijn niet wil voelen, dan
Of als we gaan zeggen dat het er niet zou mogen zijn. Ja. Yes. Dan zijn we heel erg afzonderen en dan wordt een beetje zo min mogelijk prikkels. En, maar dan, ik zie steeds meer van, oh ja, dat komt van dat ik het niet wil doen. Dus, en dat is misschien leuk om op te maken, als je net iets te veel nog geïdentificeerd bent met dat lichaam, is dat veld te groot. En dan krijgt het de neiging to shut down. Terwijl als je het meer zeg maar, vanuit die ruimte ervaart, dan ja, er is er geen veld zo groot als die ruimte. Dus als iets heel intens wordt, betekent het dat ik me iets te klein hou. Eigenlijk dat is een beetje dat doen. Terwijl onze neiging is om dan dit te gaan doen. Om ons schrap te gaan zetten. Waarmee we eigenlijk nog net een beetje kleiner worden. En nog meer zeer gaan doen. Dus we doen een aantal dingen een beetje net verkeerd om, zeg maar. Dus hoe groter de pijn, hoe groter de liefde, hoe groter je mag zijn. Dan kunnen tranen over je wangen lopen, weet je wel, maar it's not a problem. Het is toch wel raar, vond ik toen, toen die vreugde begon te komen, dat was ook in fases, want dat ego kwam er soms nog tussen, identificatie. Die vreugde kwam zo fel op, ik kon dat niet dragen. Ja, ja. Ik ging buiten zitten op de stoel. Allee, laat gaan, maar dat bleef komen. Yes. En toen zei mijn ex, jij hebt ze niet allemaal samen. Voilà. Nee, het gebeurt gewoon, ik kan er niks aan doen. Ja. Het gaat zo. Ja. Ja. Sure. Nu ben ik daar meer... Of is dat meer een eenheid? Dus dat yes, exact. Ja. Dus daar is, ja, met andere woorden, gewoon meer ruimte voor, ja, nu. Juist. Maar in het begin, weet je wel, of niet maar in het begin is het ook van die energie, die brandt als het ware dingen juist aan de kant. Dus dat moet gewoon even, het is een soort reinigend vuur of zo. Juist. Een beetje stof wegbranden en spinnenwebben. En zodat dat hart weer een beetje normaal doet. Yes. Maar dat was heel fijn. Ja, sure. Ik stond soms op het ontploffen. Ja, absoluut. Ja. Ik heb beschreven vroeger dat het het idee had van alsof ze me regelmatig aan 380 volt legden, terwijl ik voor 220 gemaakt was. Juist. Dus dan... Maar er zat ook nog een beetje dat van, oh, ik moet het bij elkaar houden, weet je wel. En gaandeweg loste dat meer op en van, oké. Als het moet ontploffen, dan be my guest. Ja. En ja, toen was het nog steeds intens, maar heel goed te handelen. Ja. Ja. Want ik hoor hem nog zeggen, wat ga je nu doen? Ik zeg, ik moet naar onder, lang in mijn bed. Ik moet naar buiten, ik kan het niet meer aan, het is te veel. Yes. Wat is te veel? Ja, mijn liefde, die vreugde. Ja. Mama heeft een schroef los. Ja. Ja, godzijdank. Je hebt het nooit nog teruggevonden. Dat gaat ook niet gebeuren.